harte welkom bij Wij Zijn Nijmegen. In elke aflevering bezoeken wij een bijzonder initiatief dat door Nijmegenaren gezamenlijk wordt uitgevoerd. Vandaag zijn we bij de Nijmeegse Fietsvierdaagse. Dit sportieve evenement is na 8 jaar weer terug in Nijmegen. We hebben besloten om na 8 jaar weer een fietsvierdaagse te organiseren, omdat wij denken dat de mensen dat willen en dat daar echt wel behoefte aan is. Want ja, als er professionals, de Giro d'Italia, hier kunnen fietsen, ja, dan moet dat ook voor de recreatieve fietsers mogelijk zijn natuurlijk. Vandaag is de eerste dag van het fietsevenement. Hoe ziet de route ervan vandaag uit? Vandaag gaan we naar Wijchen toe. Via het Vennengebied en de Berendonk fietsen we dus naar het centrum van Wijchen, waar ze bij Kasteel Wijchen een tweede superstop krijgen. Daarna gaan ze naar Beuningen toe en dan finishen ze uiteindelijk bij het Honigcomplex. Waarom heb je besloten aan deze fietsvierdaagse mee te doen? Punt 1 voor de gezelligheid. Ik zit wat ruim in de vrije tijd. En mijn vrouw vindt het leuk, mijn kennissen vinden het leuk. Dus vandaag hebben we besloten om lekker te fietsen. Jullie zijn ook met een hele groep. Gaat het dan echt om de gezelligheid of om de prestatie? Nee, het gaat puur om de gezelligheid. En als we prestaties zouden doen, zouden we wel met de wielen gaan komen. En geen biertje erbij? En geen biertje erbij. Imke, hoe gaat jouw fiets toch tot nu toe? Goed. Het is wel leuk dus. Ik heb er wel veel zin in om de rest ook nog te doen. Wat vind je zo leuk aan fietsen? Ja, het is gewoon gezellig. Je fietst met iedereen. Dus ik vind het wel leuk. En vooral omdat ik ook samen met mijn moeder mag fietsen. Dus vind ik ook wel leuk. Je kan een korte en een lange route fietsen. Jij fietst de lange. Waarom? Nou ja, als we de korte route nemen, ik zei tegen mijn moeder, nou, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon de lange route doen, lekker sportief. Wat wil je zeggen tegen alle andere deelnemers die meedoen? Ja, heel veel succes nog en veel plezier verder nog. Waarom is het belangrijk dat een stad als Nijmegen een fietsvierdaagse heeft? Ja, omdat Nijmegen in de eerste plaats dit jaar uitgeroepen is als Fietsstad 2016. Ja, en bij zo'n titel hoort natuurlijk eigenlijk gewoon een fietsvierdaagse. Maar daarnaast willen we gewoon eigenlijk aan de mensen van Nijmegen zelf en omgeving en eigenlijk uit de rest van het land laten zien hoe mooi deze omgeving is. En daarvoor is dus zo'n evenement. Waarom heb je besloten aan deze fietsvierdaagse mee te doen? Omdat het in onze laatste week van de vakantie viel en die andere fietstochten te vroeg waren, toen hadden wij nog geen vakantie. En toen dacht jij, deze ga ik fietsen? Deze gaan we fietsen, ja. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, het is prachtig weer, hè? Dus ja, dan is het hartstikke lekker. Ja. En wat vind je dan zo leuk aan fietsen? Wat ik zo leuk vind aan het fietsen? Je ziet een hoop. En als je auto rijdt, ja, moet je op verkeer letten. En ik vind het heerlijk, of wij vinden het heerlijk om in de natuur te fietsen en overal te stoppen. Het is geen wedstrijd, dus je kan kijken en doen en laten wat je wil. Wat wil je zeggen tegen al die sportieve mensen die de komende dagen zoveel kilometers gaan fietsen? Ja, uiteraard wens ik ze heel erg veel succes. Geniet ervan, want dat is echt ons doel, dat de mensen sportief genieten. En daarnaast nog even een praktische tip. Hè. Het is en blijft warm de komende dagen, dus drink goed en smeer je goed in met zonneolie. Wilt u ook meedoen met Wij Zijn Nijmegen? Neem dan een kijkje op wijzijnnijmegen.nl.